Hey, weet je nog dat professor Knight de kameranalyse gaf, maar jij sliep? Nee, weet ik niet. Of lag ik te slapen? Misschien droomde ik dat ik wakker was en jij sliep. Hoe dan ook, ik weet zeker dat jij lag te slapen en je snurkte als... Wel, ik weet het niet meer. Hallo? Duncan, wat doe jij nou hier? Als adjunct-opzichter is het een van mijn vele taken om mijn werknemers te controleren. Wij zijn niet je werknemers. Ondergeschikte dan boeien. Ik ga hier zitten en noteer wat me aan jullie opvalt. Oh, wauw. Maar dit is lekker zacht. Mahai. Laat mij lekker snurk zitten, joh. Het is een monsterlijke dag voor honkbal hier in het Griebelstadion. Dit is de eerste inning tussen de Monstropolis Griebels en de gekke Gruwels uit Voedor. Ik ben Bob Jakkes en Ronald Boeman lijkt vanavond de geschiedenisboeken te willen halen. Gezien als slagman... Sorry, moeten door. Baby aan boord. Oh, daar zijn we. Doe maar. Eerste rij. Kom op, Gruwels. Pardon, kun je dat schreeuwen een beetje zachtjes doen? Mike... Pak ze, Griebels! En hier is de man van het moment. Ronald Boeman loopt naar de plaat en het publiek gaat uit zijn dak. Wat een team! Er is niemand die ons kan verslaan. Patrick Huivert staat op de werkplaat en wacht op een teken. En daar gaat hij, een drieballer! Boeman slaat ze alle drie helemaal achter in het linkerveld. En achteraan, oh! Het goede monster gaat voor de ballen en hij vangt ze alle drie. Niets kan passen voor de monster. Ja! Kom op, Gruwels! Sorry. Kom op! Gruwelfan, hè? Nou, ik kan zoiets wel waarderen, teamgevoel en zo. Maar wij Griebelfans zetten het gezin voorop. En joelen daarom kalm en geluidloos voor de kindertjes. Bedankt, hè? Ik weet niet of dat je die baby had moeten meenemen. Oh ja, ik snap het, ja. Jij mag lekker lol maken, terwijl ik weer in mijn eentje op de baby moet passen. Maar jij mocht toch nee, ook nee, in nee, de... Nee. Als jij volgende keer liever met Paddy gaat dan met zo'n oude taart als ik... Mike, blijf ik thuis dat met heb baby. Ik niet gezegd. Kijk, zie je dan wat je doet? Misschien heeft ze honger. Geef me een rotdok. Je geeft een baby toch geen rotdok? Oh, nu heeft meneer er ineens verstand van. Ik bedoel, je weet gewoon niet wat erin zit. Mijn moeder zei altijd, ze moeten alles proberen, anders worden het slechte eters. Laat die grote haarbal je niet vertellen, wat je wel een niet lust, kleine snoeder, boelenpoepen. Wow, dat is een boer. Kijk, ze vindt het lekker. Nou, laat maar zien wat je waard bent. Even wachten. Nog even wachten. Nu! En nu! En als jullie adjunct-opzichter wil ik even zeggen... jullie hebben niet meer zoveel tijd. Tijd, zeg je? Het is tijd om te gaan schaften. Ik heb een afspraakje met een lekker stukje achterham. Klinkt heerlijk. Hij past niet op mijn broodje. Ik zie je weer naar de lunch. Wow. Ga jij er ook vandoor? Ja, ik moet wel. Ik heb comedy les. Maar Mike is af.